Vandaag gaan we iets doen wat nog nooit eerder is gedaan. Nooit eerder heeft iemand dit gedaan. 100 celebrities DM'en. En dan niet gewoon celebrities, maar echt top-notch A-list celebrities. We hebben het over Ariana Grande, Cristiano Ronaldo. En ik zou deze video niet uploaden als we geen reactie hadden gekregen. Dus je weet wat dat betekent. We hebben een reactie. Ik ben zo. Nee. Hou je weg. Heb je een hond? Nee! Hou je weg! Je lult! Hou je weg! Je lult! Je lult! Je lult! Je lult! En ik vind dat wel een klein abonneerknopklikje verdient van jou. 1 miljoen abonnees komt eraan. Oké, veel plezier met kijken. 100 celebrities DM'en. Het moet toch lukken dat er 1 iemand reageert. En wat gaat er gebeuren als 1 iemand reageert en zegt... Come over. Dan gaan we erheen. Oké, maar over wat voor celebrities praten? Ja, echt A-list. Drake. Kevin Hart. Elon Musk. Oh. Elon Musk. Iluma. Trump. Ariana Grande. Die wil ik. Ja, we gaan ze allemaal af. En dat doen we gewoon met mijn account. Ik heb natuurlijk 500.000 volgers en een pinkje. Het gaat vooral om de berichten die we sturen, denk ik. Maar met wie beginnen we? Drake. Gewoon even rustig gaan beginnen, laten we beginnen met Drake. Oh, dit is niet Drake. Oh, Champagne Puff. Hij is Champagne. Wat heeft hij gepost? Dat is zijn moeder. Links is zijn moeder. Oké, wat gaan we zeggen? I like your mom. Zeg iets over zijn moeder. I wanna f*** your mom. Nice mom. Nee, we moeten echt ons best doen. Oké. I wanna f*** your mom. Maar misschien moeten we een soort vraag stellen. Een quizvraag. Oh, what rhymes on 12? Yo bro, how's it hanging? Aubergine. Ja, dit is goed. Dit is goed. What rides with 12? Ja, dit is goed. Dit is heel eruit. Goed. Dit is goed. Dit is ook mijn kans om Drake te ontmoeten, bro. Hey, luister, stel je voor, for whatever reason, zit je ooit in een situatie dat je één van die mensen die we nu hebben tegenkomt en zegt, volg me even op Insta zo. Precies, zo snel iets. Elon Musk? Ik wil Elon Musk. I'm Elon Musk. Tussela. Als hij zegt, dat is zo'n Chinees teken bij. Elon Musk. Renny! Ik heb meer volgers dan deze guy. Oké, dus wij besluiten de bekendste mensen ter wereld te gaan DM'en. En we beginnen met deze. What's your opinion about pickles? Oké, solid bericht ook weer hoor. Oh, dat is Zuckerberg. Oh ja. I'm a sucker for your app, bro beans. Mark my words. Hey, Flint. Nee, jongen! Nou, Steven is zijn Insta kwijt. Leonardo. Lily DiCaprio. Bro, je kan er echt niet zo. Lily DiCaprio. Ik wil Seth Rogen. Ja, hij volgens mij is hij een stoner. Let's get baked, bro. Volgens Malone. Oké, nu zaten we er lekker in. We stuurden de meest geweldige DM's uit de geschiedenis van DM's. Wat heb je trouwens aan? Oh. Gewoon even een mood. Je kan die shirts kopen trouwens. Staat hier beneden. Je kan zelfs, dat is dus heel leuk. Bijvoorbeeld, dan heb je een shirt waar hier staat I love my girlfriend. Kan je zelf een foto eronder zetten. Zullen we een foto uploaden in die site? Krijg je hem. Volgende dag in huis. Ja. Dat lijkt toch? Oh, David Goggins? Volgens mij kan het wel. Sorry. Oké. Vrouwtje? Welke vrouw? Madison Beer. Ja, maar die zou ik oprecht wel echt willen leren kennen. Persoonlijk. We moeten een grapje naar je sturen. If I said... Waarom lopen we opeens vast bij een vrouw? Bij de eerste keer een vrouw. If I said bleep, bloop, bleep, what would your response be? Summer Rae. Wat zou je zeggen dan? Wat voor story heeft ze? Oké, ik doe de kat. Hij stuurt een foto. Hij ziet daar een dood. Oké, zullen we even erop doen? It's a hard rock. Oh, wat was jongens, dit is de meest gevolgde man op Insta. Ja. Oh, die gaat daar sowieso wel in. 614 miljoen. Ik weet dat we moeten sturen. Nice. Deze pizza. Deze pizza? Die pizza. Wat heb je gezegd? Nice forehead. Bé, banner. Oh. Sorry. Ariana Grande. Yeah. Oh, ze heeft ook maar 380 miljoen. Reversed psychology. Please don't respond to this message. Okay, Tom Cruise. Mr. Cruise, where is my ship? LeBron James, doe LeBron. Oh ja, King James. Oké, laten we memo sturen. Okay. LeBron James. Oh, ze Burna. Zo. Burna boy. Ja, even tussendoor. Ja, de Anna is van de trap gevallen, zie je. Yo, feet are... Oh, ik heb hem al genoemd. Steven, jongen! Is anyone available to check? Logan Paul. Logan. Ja. Een porno-ster. Lana Rhodes. Kijk, wie lijkt.
Ah, wat een goorlel. Ik kan nooit iets anders. Volgt hij er ook echt? Tuurlijk volgt hij er. Frank, ja hoor! Siebe, het vosje. Siebe. Ik zie dat je kijkt. Ja, ga dit niet eruit knippen. Ik ken nog wel een grote YouTuber of zo. Mr. Beast. Do you like Beast? Nee, nee. Oké, okay, Mike Tyson. Kom even Mike Tyson. What did the dad say to his son? Thank you, son. Thank you, son. Thank you, son. Tyson. My son is from Thailand. He's my Tyson. Tommy Kittlebeans. Morgan Freeman? Morgan werken? Of ben je Morgan Freeman? Barack Obama. Radha Barbar. Radha Barbar? You like croissants? If you don't, please ignore. Hij houdt vast wel van croissants. Doe Beetlejuice ook wel even. Beetlejuice, ja. Yeah. Beetle Pimp. Zullen we Jackie Chan ook doen? Hij heeft zo'n klein hoofd ook. Ja, maar die moet je echt een hele makkelijke vraag stellen. Yo, Juice Brother Beetle. How's it hanging, my man? What's the temperature of the sun? En dan stuur ik een maan emoji. Misschien Lewis Hamilton of zo, dat zou cool zijn. Ik heb zijn remschijf in mijn huis. Lulu, I got your breaking ski in my house. Thought you might need it back. Please respond. If not, no response. Tyla, it's gonna be your Tyla. Bye, Jan. Theo Vaughn, please respond. Hey, Cardi B is single. Oh, berichten. Oh ja. Yeah. Cardi B, I heard you're single. I am double. Let's make triple. Hey, dat is goed, hè? Yo. Oh, ik heb even een pauze nodig. Oké, okay, we zitten nu op 34. En misschien hebben we inmiddels al een reactie. Ah, oké, okay, het moment van de waarheid. We gaan kijken of er wat mensen zijn die hebben gereageerd. En natuurlijk hebben mensen gereageerd. Nee, oké, er heeft niemand gereageerd. Nul. Nul, nul, niemand. Dat betekent dat we verder moeten gaan. We moeten tenslotte nog tot de 100. Er waren nu natuurlijk wel echt A-list celebrities gedaan. Misschien dat er een... Nou, die wil wel A-list zijn, maar niet die A-list waar je meteen aan denkt. Bijvoorbeeld, Rihanna. How you doing? I'm fine. Thanks. Appelsappakje. Bam. Nicki Minaj. Billie Eilish. I'm clocked up and I have a big t-shirt. Clocked up, big t-shirt. Hij zingt toch clocked up trouwens? Clocked tucked. Oh, clocked tucked. Clocked tucked bis... Oh, oké. Okay. Blondie. Hey, you are blondie. I am blonde. James Blunt. Hey, is your name Doja Cat because you like cat? Kev Kev Middle. Bruno Mars. That's funny. My last name is Snickers. Weet je nog op het moment dat ik zei dat ik iets minder bekende mensen ging berichten? I guess I failed that part. Bobby Althoff. Alright, alright. I'll come on your podcast. John Legend. Did you make up your own last name or is it really that cool? John, vertel het me. Jim Carrey. Sup. J-Lo. Selena Gomez. I hit her with the... Hey, did I see you last night? 100% dat ze gaat zeggen van... Oh, zou kunnen. Waar was je dan? En dan krijg ik een brain freeze. En ben ik te bang om te reageren. Christina Aguilera. Hi. What do you do for a living? Kelly Clarkson. What song are you listening to? Natalie Portman. Good morning. Sunshine. Ben Stefani. Let's play some pétanque. Which means, jeu de boule. De echte Fransen noemen het pétanque. Ik weet niet eens of zij Frans of zo trouwens. Ik vond het gewoon lekker. Joe Biden. Howdy, cowboy. Joe en ik zijn wel oké met elkaar. Mariah Carey. I don't Mariah Carey that much. Rosalia. Hi. Glad I could help you with your videoclip. En dit is echt waar trouwens. Ik zit dus in haar videoclip. En het nummer van... Partichetto. Paparetto. Lizzo. Hi Lizzo, I have a question. Wil je dat niet doen? Will Smith. Wil je dat niet doen alsjeblieft? Will. Dua Lipa. My friends think you're cute. Millie Bobby Brown. Michelle Obama. Suzanne. I have problems pronouncing your name. Dan moet je daar ook op reageren. Niall Horan. I always liked you most of the One Direction guys. Harry Styles. I always liked you the most of the One Direction guys. Zayn Malik. I always liked you the most of the... Liam Payne. I always liked you the most. Louis Tomlinson. Hey man. Als ik ga zeggen, I always liked you most of the One Direction guys. Dat vindt niemand. Paris Hilton. Poh, ik heb dus een foto met Paris Hilton, diegene die ik nu naar gestuurd. Toen was ik in Milaan op een afterparty in een hotel van haar. Hotelkamer van haar. Toen hebben we een fotoshoot gedaan. Vreemd verhaal. Ja, dit is een van de foto's ervan. We hebben een fotoshoot gedaan. Ik zei tegen haar gewoon, laten we een foto maken. En ze zei, ja, leuk, leuk, leuk. Tenminste, ja, oké. Toen pakte ze zeg maar zo een soort van hoesje met een hele grote lamp eromheen. En toen ging ze helemaal zo met die lamp ontscheiden. Zo. We hebben allemaal foto's gemaakt. Ja, hoe ik eruit zag op dat moment, dat sjaaltje en zo, kunnen we het beter maar niet over hebben. Maar lieve chick wel hoor. Kijk dan. Je ziet ook die
Die zweefhand zo net erboven. Hey, I need to talk to you ASAP. Cameron Diaz. Hey, Cameroni Pepperoni. Oké, het gaat nu helemaal fout. Moeten we nu voor vandaag moeten we echt stoppen. Ja, hey, misschien even wachten. Misschien reageert er weer iemand. Laten we het hopen. It happened. Ik heb een reactie. Dit is crazy, man. Damn. Het is niet zomaar een reactie. Het is van iemand waar ik misschien nog wel het meest gehoopt dat hij zou reageren. Want ik ben persoonlijk fan. En het is van Beetlejuice. Damn, bro. What a legend. Het enige is, ik moet zeggen, het is niet daadwerkelijk een geschreven reactie. Maar hij heeft mijn bericht geliked. Maar dit is niet het enige. Want later in de video hebben we daadwerkelijk een gesprek met hem. En voor de mensen die niet weten wie het is, hier is een clip. What number comes between 2 and 4, Beetlejuice? 25. Wait a minute, Beetlejuice. I want you to think about it. Think about it. Everybody to remind him. Yo, Juice brother Beetle. How's it hanging, my man? What's the temperature of the sun? Hey, dit voorspelt wel goed. En ik ga het zo meteen even aan de jongens vertellen, want die worden wild. Maar eerst moeten we nog de 100 aantikken, dus we gaan door. Ik hoop toch ook dat er nog wel ergens een daadwerkelijke geschreven reactie tussen kan zitten. Justin Timberlake. Just in case you didn't know. Justin, snap je hem? Just in case. Your last name is very wet. Want het is een lake. Timberlake. Ja, dit is echt verschrikkelijk. Roger Federer. David Beckham. Beyoncé. JC. Yo bro, sorry I just DM'd your girl. I will respectfully deny if she replies. Ik heb Justin Bieber nog helemaal niet bericht. I believe in you, bro. Charlie Puth. Put that away, please. Keanu Neal. 21 Savage. BEP is short for Black Eyed Penis. Rafa Nadal. Yo, I just DM'd Roger first, bro. I'm sorry. Coldplay. Yo, guys, nice concert. I was there. Did you see me? Eminem. Yo, my bro. M. Oké, we zitten bijna op de 100. Maar eerst moest ik het goede nieuws aan de jongens vertellen. Miss Mamme. We hebben een reactie. Ik ben zo. Nee. Hou je weg. Heb je rond? Nee. 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 Wat zei je? Oh my god. Zeg het nog een keer, verstand. Wat dacht je? Ik heb hier een hond gekocht. Nou, ik zei dat toch niet. We hebben een reactie. Een reactie? Nee. Het was Beetlejuice. Nee. Hou je weg. Hou je weg. Je lult. Hij heeft eigenlijk niet echt gereageerd, maar hij heeft het geliked. Oké. Maar kunnen we nu een gesprek met hem maken? Dat is de vraag. Oké, dus we moeten een hele goede vervolg... En Rick wilde wel graag een goed vervolgbericht sturen. Maar wacht even, want we zijn nu heel dichtbij. We kunnen niet onze kans verspelen nu, hè? Maar Rick heeft vast een goed idee. Yo, my bibi boop boop juicy juice. Jij kijkt zo, maar onze andere berichten waren ook zo. Wat bedoel je? Ik heb een juice meister van gemaakt. Yo, my bibi boop boop juicy juice meister. Ja, oké, die is wel goed. Die is heel goed, hoor. Na ongeveer 10 minuten discussiëren kwamen we op dit geweldige bericht. Yo, my bibi boobab juicy juice meister. Yes, dit is goed. By the way, come to Amsterdam. We pay for your ticket and have a legendary time. Ik zou zeggen, do you want to come to Amsterdam? Would you like of would you like? Oké, sturen? Sturen. Zijn we ready? Oh, beer of fucking juice. Hey. Volgende video met beer of juice. Ik wil gewoon een foto sturen van ons drie. Ja. Ja. Yeah. Dit is goed. Herhaling toestaan. Of gewoon in chat, kan ook. Juist. Okay. Ja. Oh, oh, hij heeft het gezien! Maar waar heb je het over? Die van net, die heeft hij gezien! Nee! Nee! Ja! Kutsel, ik loop maat op de borst ook. Mijn kont wordt nat. Zo, zo snel! Oh, hij heeft de foto ook gezien! Nee! 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 Wacht, zit er iemand Bieden. We zijn letterlijk in contact gewoon met Beetlejuice eigenlijk, toch? Of niet? Ja. Hé? Zullen we zeggen van, we want to make a YouTube video with you, zo? We versturen dit bericht er nog achteraan. En toen gebeurde het volgende. Hij heeft gereageerd, ik kijk ernaar gereageerd. Hou je weg, hou je, hou je. Je lult, hou je, hou je. Hou je weg, je lult. Hou je weg, je lult, je lult, je lult, je lult. Je lult, je lult, je lult. Nee, maar wacht, is het niet gewoon dat hij het lijkt weer? Dat je dat nee, ziet? Nee. Hou je weg, hou je weg, hou je weg. Je lult zo hard, Ozen. Ik zweer het. Je lult zo hard. Ik heb gezien wat hij heeft gezegd. Nee! Waarom kijk jij? Ja, waarom kijken? Doe normaal, je lult. En waarom? Hij zegt. Nee, je lult! Nee, je lult! Nee, je lult. Oh, nah. Nee. Shit! Bel hem nu! Bel hem nu! Nee, nee. Bel hem! Nee, dat nee, gaan we niet doen. Ik stuur gewoon deze nu. Ah. Zes smiley. Zes smiley. Zou wel lijken dat hij überhaupt reageert. We hebben wel een reactie, gast. Hoe dan, hè?
gewoon een reactie. We besloten de laatste paar berichten via Marijn haar Instagram te sturen. Omdat zij een meisje is, dus we dachten dat we misschien meer kans zouden hebben. Kom maar. Doe Keisje na het eerst. Hou en dan over. Mag ik even bekijken hoe ze eruit zien? Nee, tuurlijk niet. What the fuck? En toen kwamen we bij Shawn Mendes, maar Marijn vindt hem oprecht leuk. Dus ik besloot het perfecte bericht voor hem te typen. Het is heel boekwerk, joh. Rick, misschien moet jij het voorlezen, kijken of het goed is. Hey. Ja, zo. Lees het voor. Hey, little bitch. Deze zou ik echt niet aankomen. Nee, nee. Nee. Oké, wat een avontuur was dit, zeg. Maar het is gelukt. We hebben een reactie en van niemand minder dan Beetlejuice. Ik heb mijn telefoon gecheckt. Verder geen één reactie. Beetje te verwachten ook wel, maar we hebben het geprobeerd. En ik heb dit voor jullie gedaan natuurlijk, want... Vergeet zeker niet even te abonneren. Volgende week komt er een top 10 leukste beste momenten van 2023 op dit account. En daarna gaan we gewoon weer door in het nieuwe jaar. En ik hoop misschien 1 miljoen abonnees te halen volgend jaar. Dat zou bizar zijn. Dus abonneer even. Dankjewel.